Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij onze Lapland-vlog, want wij gaan namelijk naar Fins Lapland. Echt zoveel zin. We staan klaar om naar de trein te gaan. Ja, we gaan met de trein naar Schiphol en dan vliegen we naar Helsinki en dan door naar Ivalo. Ja. En op Schiphol komen we iemand tegen die ook met ons meegaat. Dus kijk verder in deze vlog en dan zie je wie het is. Doei doei. Nou, daar komt onze mystery guest hoor. Het is namelijk mijn moeder. Heb je er zin in? Goedemorgen. Goedemorgen. Zeker, zeker. We gaan naar Lapland. Nou, we zijn door de douane heen. Koffertjes ingecheckt. En nu wachten we in het zonnetje op onze vlucht. We vliegen om 11:50. Dus we hebben nu nog eventjes tijd om lekker koffietje te drinken. En dan gaan we naar de sneeuw. We hebben er zo onwijs veel zin in. En wat ook wel heel leuk is, is dat mijn moeder met ons meegaat. Dus we gaan met z'n drieën. Het is een droomreis, denk ik, die wij alle drie heel graag wilden maken. Dus we zijn heel benieuwd. En wij nemen jullie mee naar deze vlucht. Nou, we zijn er! Woe, moppie! We zijn er! Hey! En hoe koud is het? Het is heel koud, mijn handen vriezen even nog. Ja! We snel naar binnen! Ja! Het is ijs en ijskoud. Bah! Brrr, wat is koud! Nou, we hebben de auto, we zijn aangekomen en we zijn nu onderweg naar het huisje. En het is een winterwonderland. Het is echt prachtig, het is ijskoud. We hebben een dikke vette Audi en we gaan nu naar de supermarkt op naar eten. Ja. En daarna gaan we naar de Huske. En we zijn echt heel benieuwd hoe het zal zijn. En ja, het is gewoon nu al waanzinnig gewoon. Ik kan niet wachten tot het uitzicht... Tot we het uitzicht van morgen hebben, de gordijnen opentrekken en zien waar we echt beland zijn. Yes. We zijn aangekomen in ons prachtige huisje. Net hele rondleiding buiten gehad, naar de buitensauna en toen lekker hier binnen. En ja, het ziet er allemaal geweldig uit. Ik zal jullie een kleine rondleiding geven. Nou, hier kom je binnen en loop hier. De woonkamer in. Hallo. Hallo. Lekker aan een wijntje. Dat hadden wij verdiend. Wel hè? Na een lange reis. Vanaf nog een 6 uur. Ja, het was een behoorlijke tocht. Hier lekker open haartje. Nou, en hier hebben we de mooie slaapkamer. Dat is de benedenkamer. Nou, en dan hebben we hier de... badkamer met sauna, binnensauna. Dus daar gaan we vanavond even lekker in. Even lekker opwarmen. En dan hebben we... Oh, hoe gaat het uit? Peper en zout. En dan hebben we hierboven nog de loft.
Oeh, met een heel stel trappetje. Je moet niet naar beneden vallen vannacht. Oeh, jeetje, het is wel heel laag. Oh, nou, heel laag. Nou, gelukkig slaapt de, gelukkig slaapt de kleinste boven. En kijk, hier hebben we nog twee bedjes. Nou, is het leuk of is het leuk? Nou, we zeiden net, komt de buurvrouw en die zegt dat Noorderlicht er al is. Dus we gaan op zoek. Want wij hebben niet zo heel veel meer kunnen filmen deze eerste dag. We hebben best een hele lange dag achter de rug. Ja, lange rit, lange vlucht was het vooral. Lange vlucht. En koud vooral. We moesten best wel een tijdje op de koffers wachten. Ja. Was nog spannend trouwens. Autootje gehuurd. Ja. Een mooie auto. Audi'tje Adrix. Ik zal morgen even laten filmen inderdaad. En toen zijn we hierheen gereden. Boodschapjes gedaan, hebben we nog ondertussen. Ook nog gedaan, hele grote supermarkt. Ze hebben er alles, echt alles. Ja. En het is goedkoper dan in Nederland. Goedkoper dan in Nederland. Dat ook nog. We hebben lekker een nasietje gemaakt. Ja. Zijn mijn moeder. En toen kwam de buurvrouw aan de deur. Ja, toen kwam dus van het huisje. Toen ging ineens de deurbel en toen stond ineens inderdaad de buurvrouw aan de deur. Met het verhaal dat het Noorderlicht er nu was. Dus wij hebben gewoon al het vuur uitgezet. We hebben onze jas aangetrokken en we zijn er buiten gerend. Ja. Het zag wel leuk uit. Ja, het was echt super vet Noorderlicht. Het was heel mooi. Ja, het was echt groen. Zoals je verwacht. Ja. Zo groen was het. Het was niet heel fel, want het was ver weg. Toch? Ja, het was wel ver weg. Nou, het was wel fel op zich, maar het was... Het is nog mooier als je naar het zonder camera kijkt. Ja. Op de camera is het wel mooi, maar het is zonder camera echt nog mooier. Ja, het is beter te zien als je zonder camera kijkt inderdaad. Ja. Ja. Het was prachtig. We hebben daarna gegeten, wijntje gedronken en nu liggen we gedoucht en wel in bed. We zijn gesloopt. Ja, het is mooi geweest voor vandaag. Het is mooi geweest voor vandaag, maar wilden jullie toch eventjes nog met jullie samen de vlog afsluiten. En morgen, dan begint het. Morgen begint onze planning. Ja. Morgen gaan we eerst morgen rustig even opstarten. Ja. Misschien even saunaatje pakken. Misschien een meer oplopen alvast, maar dat kijken we morgen wel. Wat we allemaal gaan doen. Ja. Dus jongens. Tot morgen. Tot morgen. Doei. Slaap lekker. Doei. Good morning. Good morning. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn wakker geworden in Lapland. In Lapland, in ons hutje. Het is 8:30 en het is echt pikdonker nog. Ja, het is nog pikdonker. Het is -9 nu. Ja, het wordt vandaag -20. Ja. Een soort vriezing. Ja. En dan gaat volgens mij nog eens. Kijk, ze gaan de sneeuwschoeten over het meer heen. Oh ja. Zie je dat? Lichter worden, het is echt prachtig. En in de verte zie je dus een lichtstraal. En dat is een sneeuwscooter die er al was geweest. Die gaat inderdaad denk ik even naar zijn werk. Nou, en wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan vandaag fatbiken. Dus we gaan op de elektrische fiets door de sneeuw met een gids een tour doen. Het begint om 1:00. Ja. In een dorpje verderop. Waarbij we echt wel een paar kilometers verder moeten rijden. Iets van 3 kwartier rijden is dat. Ja. En de wegen zijn die op zich wel goed. Dus dat is wel fijn. Ja.
een beetje op tijd weg. Dan kunnen we daar nog even kijken. En dan gaan we het zien. Ja. En zo even meer op. Ja, mam, heb je er ook zin in? Ja. Mijn moeder is eventjes de gezicht aan het poedelen met sneeuw. Mam, laat even zien hoe je dat precies doet. Je neemt een hapje sneeuw. En dan doe je... Waar is het goed voor? Het schijnt goed voor de wallen te zijn. Oh. En voor de veroudering. Oh. Nou, dan mogen we nog even doorgaan. Dus dames, allemaal, inclusief mijzelf, met je kop in de sneeuw. Ja. Nou, ziet er gelijk een stuk beter uit. Je ziet de rimpels gelijk verdwijnen. Nou, daar is ons huisje. En we staan hier midden op het bevroren meer. Het is... 40 centimeter dik, zeiden ze, op dit moment. En het is echt huge. Vanmorgen ging je natuurlijk met de drone gevlogen. Toen zag je het al een beetje. Nu is het prachtig en je hoort helemaal niks. Af en toe een paar vogeltjes. Voor de rest helemaal niks. Ja, het is echt, echt prachtig. Wel fris. Maar er staat niet heel veel wind vandaag, dus dat valt ook wel weer mee. Het wordt, volgens mij was het nu min 13 en het wordt min 20 straks. Ik ben benieuwd. Het is bijna 10:30, we gaan richting iets met een S. En dan gaan we fatbiken, elektrisch fatbiken. Heel benieuwd. We gaan nu naar boven lopen en dan nemen jullie mee. Nou, dit is de auto. Mooie witte. Lekkere bandjes eronder. Waarmee we de komende week door Vinslapland gaan crossen. Dit zijn trouwens de twee huisjes waar wij verblijven. Wij hebben het rechterhuisje. En links is west en wij hebben east. En zoals je op de droombeelden kunt zien, is het gewoon helemaal... afgelegen. Er is verder niks om ons heen. Daarachter is dus dat meer. Ja, het is zo prachtig. Onze auto kleurt lekker met de sneeuw. Het is zo onwijs mooi hier. Wauw. Elektrische fiets. We zijn nog een beetje vroeg, dus we moeten nu even wachten. We hebben net een kopje koffie gedaan, even lekker opgewarmd in het hotel. Het is best wel koud, maar we hebben er heel veel zin in. We gaan 3 uur lang fatbiken. We gaan 3 uur lang fatbiken met een dikke band. Het is daar, dus we gaan zo direct... Oh. Het is daar? Precies waar de vrachtwagen nu voorbij rijdt. We gaan zo direct eventjes onze fietsjes laten zien. We gaan nu nog even een klein rondje hier lopen, eventjes de omgeving checken en dan... Off we go! Pizza! Nou, daar zitten we op de fiets. We zitten! Klaar voor? Ja, zeker! Zeker! Het uit, hè? Echt heel cool, ja. En mijn moedertje van 62 gaat er ook mooi even op, hè? Zeker ga ik stoer dat doen. En hard dat we gaan. En hard, ik ga hem op de boe zetten. Nou, dit is de groep waar we mee gaan. Nou, leuk hoor. Wel, hè? Hij staat op boost en evengoed moet je echt wel een beetje doortrappen. Maar het is wel echt waanzinnig hier hoor. Echt vet, hè? Wauw. En oma viel. En oma is en gevallen. Oma viel, ja. Mam, doe maar uit. Kom
je hem op? Ja, het is echt fantastisch hier. Helemaal in the nowhere. Vet hè? Ja. Het is echt geweldig. Kijk, hier fietsen we. Er is helemaal niemand. Ja, het is echt geweldig. Het is echt super. Nou, we gaan weer verder, want we moeten nog een keer naar huis. Ja. Let's go! Hey, elfje! Sneeuwengel. Oh, dat is mijn weg. Sneeuwengel. Nou, mop, hoe was het? Oh, het was echt zo gaaf. En het was echt intens. Mooie dingen gezien. Helemaal alleen. Het is nu 4:30. Het is pikkie donker. Ja, het was echt fantastisch. Was leuk, hè? Het was echt heel gaaf. En nu ja. Tijd voor? Hamburger! En sauna. En sauna. Oh, en een cola Dr. Martin. Dr. Martin! Captain Morgan! Wow. Yeah! Flugeltaai! Yeah. Wow! Hey, proost! Proost! Gaat-ie! Oh. Lekker mop. Koud is hij. Lekker. Nou, wij zijn beland bij Anna's Burger. Wij hebben vanmorgen een ontbijtje genuttigd en verder ook niet meer. Dus wij zijn lekker in een hamburgertent geëindigd. En nu zitten we dus lekker aan het eten. Ik heb een heerlijke bacon cheese burger. Mijn moeder die heeft een lekkere kebab met friet. En Thijs, die heeft een echte Randy burger. Elke dag Randy eten. Elke dag Randy eten. Mami? Ja. Eet smakelijk. Dank u wel. Doei. Doei. Dus een dikke tip voor als je in Lapland bent en je hebt zin in een lekkere grote hamburger. Ja, en je bent in Sarli, nog wat? Sarilelska. Ja. Ga naar Arnas Burger. Ja, en dan is dit de voorkant? Oh, shit. Oh. Nou, daar zo zie je Anna's Garden Grill en Café. Lekkere burgertjes voor een leuke prijs. En nu, op naar de sauna. Op naar de sauna! Jacht naar rendieren. Het is donker, zoals je ziet. En gisteren rond dit tijdstip zagen we ze ook hier, dus we hebben goede hoop. Dus we zijn aan het rijden, maar we hebben er net eentje gezien. Die staat ook op film. Die zullen we later in dit filmpje ook nog even delen. Die keek ook zelfs nog in de camera, dus dat was wel heel schattig. Nou hopen dat we het nu ook nog wat zien. Dus we zijn heel goed om ons heen aan het kijken. Maar de auto maakt een beetje te veel geluid en lawaai. Dus dat schrikt de rendiertjes ook natuurlijk wel weer weg en af. Dat was op deze weg die we nu in. Ja. Dus we hebben goede hoop. Kijk, het is zoals je ziet echt knijt aan middle of nowhere, jongens. Het is hier echt zo fantastisch. Als je naar Lapland gaat, ga naar het noorden. Want hier is echt helemaal niemand. Nou, wij gaan nog even verder zoeken. Want we hebben een saunaatje gehad, hè? Ja, we hebben een saunaatje gehad. Het is tering koud, man. Nou. Kijk hoe we wat gaan doen. Oma gaat filmen. Ja. Waar gaan jullie heen? Daarheen. Ja. Mocht jij mee? Nee. Nou, voor Thijs. Achterover. Achterover. Ga je achterover. Nou, Thijs. 1. Twee. Drie. Oh, Thijs! Oh, de fuck, hij is dicht! Pas op! Thijs! Oh, gosh. Nou, ik ben net ook in de sauna geweest. Mijn hele haar is helemaal wild, zoals je ziet. En mijn kop is rood, dus ik ga toch eventjes met mijn hoofd een beetje in de sneeuw. Oeh, het is echt
Met je hoofd in de sneeuw. Het koud. Je pakt een beetje sneeuw en dan... Ah! 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 Oh.